Svenijs, de leider in de UCI-ranking. Daar valt veel over te zeggen over de kleur van die trui. De bedoeling was om die zwart te maken. Maar toen kwamen de verhalen van de Man in Black. En dat kun je toch een leider in een algemeen klassement niet aandoen. Vandaar in extreem is overgeschakeld naar dat wat vreemde, wat matte blauw. Hoe zit dat met de startpol? Is die nu zo levensbelangrijk hier? Iets minder dan in eender welke andere cross. Dus maar je kunt hem maar beter vooraan zitten. Dus aan de vorige wedstrijden zijn er al een paar keren als ze 50 meters het veld ingaan tegen de grond gegaan. En dan is het toch maar beter aan te raden vooraan te rijden. Er is wat zo meteen bij de eerste bocht naar links met het wegdek daar. Hè? Ja, hier komen ze dus uit het veld. Hè. En ze, je kunt al zien wat dat ze mee uit het veld brengen. Dus dat is allemaal pure smurrie. Opletten voor een val, jongens. Ja. En het schuift er ook nog enorm hard. Hè. Kijk. En hij is heel matig gestart, gaat pakweg als 15e, 16e naar die bocht toe. En dat gaat voorlopig goed. Rob Peters, op kop weg. Rob Peters, dat is de neef van Wilfried Peters. Lars Boom in de tweede positie. Bart Welles is goed gestart, die gaat naar de vierde positie. Arnoud zit in positie 6. En hij is heel rustig aan het wiel van Niels Albert. Ook Gerben de Knecht zit midden in het pak. En dan Tutti Quanti. De mannen die alle respect voor ze de hoop een klein beetje komen vergroten. Heb jij Van den Broeken al gezien? Helaas niet. Normaal moet hij ertussen zitten. We hebben hem naar de start zien rijden, dus hij moet in het pak zitten. De toegevoegde waarde van Van den Broeken in de cross ontgaat ons. Rob Peters. In elk geval kloek zoals die ervan doorgaat. En Kevin Pauwels, die zit daar nu in vijfde positie voor. Ja, mag je dat zeggen? Zijn kopman Bart Welles. Pauwels heeft dat met de Koppenberg, die is hier altijd goed. Tijd zat nu, zou ik zeggen, om op te schuiven, niet forceren, zoek je tempo en als je de beste bent, zul je wel vooraan komen. En we moeten vooral ook uitkijken naar dat parcours, hè, Paul. Je hebt het parcours zelf mee een beetje gecheckt, een beetje gecontroleerd. Je mag straks uitleg geven. Jawel, het is enorm zwaar. Hè. Dus ja, als ze echt van boven naar beneden gaan komen, is het echt speedway. Het is schuiven. Je mocht alles proberen. Dus proberen recht te blijven is de vereiste natuurlijk. En nu zelf vooral niet opblazen in het begin. Ik hoorde Nijs zeggen in dat interview, vond ik een leuke vergelijking. Je moet hier eigenlijk met een tractor naar boven rijden. Oei, valpartij. Ze schuiven gewoon onderuit. En als je daar dan achter zit, dan heb je maar één keuze. Dan moet je er ook gaan bijstaan. Het is ook Nijs overkomen, heb ik de indruk. Hij kiest hier voor de binnenkant. Is er een traject dat beter is dan elders? Dit is haalbaar, dit stukje. Dus, ik vermoed dat de voornaamste pionnen toch wel naar boven kunnen rijden hier. Maar het is de eerste ronde, dus ze willen allemaal proberen nog vlug een paar plaatsjes te pikken. Hè. Ik bedoel, pikken dus echt op een plaats waar het niet bijna voorbij te rijden is. En toch proberen ze dat. En dat veroorzaakt toch die valpartijen. Oké, zij hebben ondertussen al het eerste stuk van de afdaling achter de kiezen. Is dat nu Jacke Verstraat die daar zo snel van start gegaan is? Laten we nog even afwachten. In elk geval Lars Boom die gaat naar de tweede plaats. De mannen van Fidea daar met een stuk of drie in de top 6. En Nijs die houdt het allemaal in het oog van op een goede tiende positie. En daar Peters met het gesukkel. Ja. En de anderen die zijn solidair. Je hebt je twijfels over de techniciteit van Lars Boom. Hè? Ik had dat dus, maar ik heb hem dan nog een seconde kunnen spreken voor de start. En hij gelooft er dus echt wel in. Hè. Hij verbaast me telkens. Het is tenslotte zijn derde cross van het seizoen. Het is een straffe kerel. Ik waardeer die kerel enorm. Ik zie Stibaar daar nu al lopen. Wat is hier de beste oplossing? Blijven rijden of lopen? Voor Sven Nijs, zoals we hoorden, zou hij absoluut daar willen rijden. Als je van ginder ver moet gaan lopen, dan spreken we over 140, 150 meters. Kijk, hier binnenkant. Dat is vermoeiend. Ja. Vorig jaar kon je hier nog naar boven fietsen. Hè? Dat lukt nu niet. Ja, maar dat is ook niet echt aan de orde voor de kleine passage. Dus hij moet nu maximum... Hè. 30 à 40 meters lopen en dat is toch iets heel anders dan 150 meter. Heb je hem omhoog zien rijden trouwens? Het is een verschrikking, hè? Deze klim. Ja. Op die kasseien, dan die overschakeling naar die wakke grond. Het heeft de voorbije dagen ook hier verschrikkelijk geregend. Kijk, de man van Fidea, de mannen van Fidea, 1, 2, 3 stuks. Van Tornhout, hij kiest ook voor de post. Nijs gewoon niet. Nee, en Stibaar ook niet. Stibaar en Nijs, zij hebben de wedstrijd in Tabor gekleurd. Dat was een pracht van een wedstrijd.
We hopen dat dat vandaag ook zo zal zijn. Maar daar geloof ik niet in, omdat de sterkste hier gewoon altijd boven de rest uitwoont. Hard vasthouden nu, voor de eerste keer naar beneden. Altijd afwachten natuurlijk, hè, want ze weten totaal niet wie dat er eigenlijk... hoe dat het parcours er nu bij ligt. Ze zijn tenslotte een uur ouder, ze komen van de kleedkamers en Jacke Verstraeten is op kop naar beneden gedoken. Ik heb Lask ook gezien. Lask nog niet veel subs tot dusver dit seizoen. Af en toe is een keertje in een top 10. Maar gezien de loopstroken hier en het wakke karakter van de ondergrond kan hij best wel ver komen. Nijs probeert in zijn voethaken te blijven, in zijn grippedaal. En dat lukt hem blijkbaar ook. Toch maar oppassen dus, want de ene keer dat je schuift, heb je nog wel geteld een halve seconde of je ligt met je smikkel tegen de grond. Dus toch maar best het voetje er af en toe uitsteken. Zie jij wel eens nog? Hier is hem. Hier. Jan Soetens nu. En Jantje Soetens uit de Brakel, hier vlak in de buurt. En Dieter van Toegnout en Erwin Vervecke. De lange van Lil. En dat is al op 15 seconden. Maar die seconde, dat is allemaal zo relatief hier. Hè? Oei, daar moet je nu echt geen rekening mee houden. Van het moment dat je jezelf leert kennen en als je de lijn gevonden hebt, dan ben je vertrokken en dan kun je beginnen rijden. Boom op kop nu. Weet je nu al hoe goed het is? De eerste ronde moeten we toch rekening houden. Ze komen van de kleedkamer, ze gaan absoluut niet met de fiets nog in het veld kijken en ze verschieten de eerste ronde. Voor de meesten zal dat wel meevallen, maar anderen die schrikken dan toch weer. Het is aftasten. Zag je Nijs omkijken? Die wil weten waar Bart Welles zit. Hè? En Bart Welles die komt er daar ginder aan. Hier gaat het nu een klein beetje trager. Het tempo wordt wat gedrukt, dus krijg je een samentroeping. En onze man in het veld, Christophe. Inderdaad, 9 man vooraan. Bochtje naar links met in voorlaatste positie. Bart Welles die rijdt dus als 9e rond vooraan op kop. Nog niet met de... Nee. Er niet aan twijfelen. Dus, Kijk, dit ligt hem natuurlijk ook. Hè? Jawel, hij kan ook nog lopen. En, kijk, maar hij is samen met Jan Verstraeten de posting gegaan. Kijk. Hopla. Hier, Welles. Welles hier, Arnouds. Welles. Schoen, hè. Dat is al hier. Hier, perfect. Ongelooflijk, hè. Oh, Groendal is. Daar. Hier, kom heen. Wie noemt hij? Hier, kom heen, ja. Noem daar. Ongelooflijk, hè? Hier, fantastisch, ja. Hier, Burghardt daar. Ja, Burghardt. En daar van op lachen zijn we. Allee, Marcus. Wegers zat helemaal aan de binnenkant. Hij zal het nu wel weten waar het zit. Dan zie je hoe goed Sven Nys de rust bewaart en zegt van oké, mannen, ik weet het eigenlijk al wel een klein beetje, hè, wie hier nu goed zit vandaag. Stibar naast Nys. Die plaats ligt hem wel. Ook Paulus daar in het midden van Tornhout. En Bart Welles met zijn vieren, die van Fidea. Ook Arnouds is goed mee, maar die was hier vorig jaar ook al uitstekend. Vierde. Hier de wereldkampioen. En daar zit Albert. Die hadden we inderdaad in dat eerste pakketje een klein beetje gemist. Ja, misschien wel. Maar je weet wat er te doen staat zondag. Dus Europees kampioenschap gaan rijden. Dus misschien speelt dat een klein beetje mee.
7.29 is de rondetijd. 7.29. Dus volgende zondag Europees kampioenschap. Ook voor belofte juniors en vrouwen in Hitnau. Dat is in Zwitserland. Maar anderzijds, Albert had toch gezegd, ik wil gaan voor die Gazet van Antwerpen trofee voor het eindklassement. Jawel, het is een verplicht nummer, heb ik me laten vertellen. Dus ze hadden toch echt wel graag op de Belgische wielrijdersbond dat hij de kleuren van het land zou gaan verdedigen, ginder in Zwitserland. En daar een titel mee naar huis zou brengen. Ja. Ja. In principe kan hij daar niet geklopt worden, maar je moet altijd voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Soetes wil graag aan het wiel van Bart Welles. Bart Welles die goed startte en ik had de indruk dat hij dan op die eerste klim voelde van, oh, niet te geweldig. Wel eens. Nijs op kop. Het tempo bepalen. Zelf zijn eigen traject gaan lezen. Uitkiezen met andere woorden. Goed voor 5 overwinningen. Het is Marcus Burkhardt. Ja, dat is de man die Gent-Wevelgem gewonnen heeft. Die komt hier ook mee crossen. Amai. Daar moet je me echt goesting voor hebben voor zoiets te doen. Nijs, zeer sereen dat aangezicht. Zeer sereen. Van Tornau toch naar 1. En Lask is ook opgeschoven. Wel eens hier net voor Jantje Soets. Daar komt nu Albert. Hij wil voorbij Vervecken en dat zal hem wel lukken. Tempoversnelling van Tornhout. Jawel, sterk. Sterk nummertje. Van Tornhout is een klimmer. Arnouds ook. Exacte lijn gevonden, Klaas van Tornhout. Hoe lang gaat Stipaard die hoge vlucht nog aanhouden? Want in Kalmt was hij formidabel. In Kalmt houdt beter. En ook in Tabor, drie kwart cross, helemaal top. Van Tornhout. En dan Nijs. Nou ja, Klaas geeft er een lap op. We hebben een studiomeester, dames en heren. En die studiomeester die is nu al ruim een kwartier bezig met het zoeken van Frank van den Broeke. En heeft hij niet gevonden. Die zoek. Ik denk dat hij goede papieren zal moeten hebben. Want Frank weet overal wel het hazenpad te kiezen. En André Meegank met zijn argusogen ook is goed uitgekeken bij de passage hier na een ronde van den Broeke. Geen spoor. Premie voor wie van den Broeke vindt, een trappist. Lastigste stuk nu, hè. Ze draaien van het asfalt weg. Direct omhoog, klimmen tot in de materiaalpost. Vandaar waar ze het veld in komen nu. 250 meter lang. Is dat nu alles op de pure power of gaat het ook om techniek? Oei, oei, oei. Stibaar. Akkefietje. Stibaar die reed tegen het achterwiel van Nijs. En dan zag je de blik van de Brabander. Amai. Was er jij mee bezig, manneke? Je kon daar niet mee lachen, Sven Nijs. Hè. Dus net dat stuk. Boom gesproken. Die volgt in vierde positie. Maar nu toch al op een seconde of 4-5 van deze drie. Nijs met de twee jongsters. Ook van Tornhout heeft die jeuk nog met zich mee. Heel klein beetje bijsturen wat Nijs daar deed. Naar de eerste de ondergrond. Heel diepe sleuven daar al getrokken. Kijk hoe hij dat leest, hè? Jawel. Dus op een paar centimeters heel je stuur omgooien. En ja, daar heeft hem toch wel een patent op. En wat doen die slippers van Fidea? Ja. Ze proberen zijn traject te volgen. Ze proberen dat. En als ze dat niet kunnen, ja, dan... Je kunt toch maar beter altijd hetzelfde doen zoals de grote kampioenen het eigenlijk leren. En dan kan er niks gebeuren. Probeer hem na te bootsen. In het spoor van de meester leer je bij Lask aan de binnenkant. Oké, Kevin Pauwels en Arnouds. En dan Soetens, die komt er hier nu doorheen. Van het Jartazi-team, Jantje Soetens. Ook hij heeft de grondkennis. En de Knecht ook aan een mager seizoen bezig. En Albert in Vervecken. En hier is Groenendaal. Dat is Groenendaal, ja. We gaan naar het einde van de tweede ronde. Groenendaal met nummer 13 op zijn rug. Je hebt het tijdig ook de materiaalpost binnen. Het was een klein beetje chaos. Dus dat wil ook zeggen, allemaal nu gelijktijdig naar die hoge drukreinigers. En ja, daar is het natuurlijk nog harder vechten dan in de koers zelf. We gaan nog eens kijken naar het gedrag in de materiaalpost. De wissel van Sven Nijs bij zijn vader. Mm-hmm. En daar van Tornhout die een klein beetje brutaal naar die wissel toe gaat. En dan zijn fiets zomaar laat liggen. Dat moet je de volgende keer toch een beetje properder oplossen. Ja. Ook Stibar laat zijn fiets maar voor wat hij was. En Boom probeert er hier een beetje jacht in te jagen. En wel eens die gaat mee. Nijs laat zich niet verrassen. Die zegt, doe maar jongens, ik pak jullie zelfs wel op. Er moeten nog 7,5 ronde afgelegd worden, dames en heren. Nog 6 ronden, Peter. Nog 6. Zo is het. Nog 6. Het zal wel een goede dag hebben, geloof me. Tweevoudig wereldkampioen bij de profs. Ook 2 keer wereldkampioen bij de belofte. Dat is in totaal 1 keer meer dan Nijs. Die ziet en stelt vast dat de jongeren eraf liggen. Christophe.
Eén wissel in de materiaalzone met Klaas van Tornhout. En net bij die wissel schudde hij drie keer van nee en stapte zelfs twee paasjes. Dus geen goed teken voor de lange West-Vlaming. We zullen zien. Dan komt Stibar toch weer dichterbij. Ze hebben alle twee een goede dag. Dat belooft, hè. Dat wordt heel, heel spannend vandaag. Dan gaan de mensen zich hier nog veel lekkers kunnen optrekken. Jawel, dit is wat ze willen zien. Hoort het publiek maar eens te keer gaan. En er gaan veel fouten gemaakt worden op dit parcours, geloof me. Zeker als de druk groter wordt. De verkenningsronden zijn achter de rug. Twee ronden hebben ze ervoor genomen en nu willen ze gaan. Alle twee lefgozers, hè. Op gebied van naar beneden rijden. Oh, opletten, hou de kinderen aan de hand. Alle twee een beetje geflipt. En Welles doet dat verdomd met veel lef. Hè. Oh, oh, oh. Hier van Tornhout. Ja, de veer is gebroken blijkbaar. Een beetje schots en scheef. En Welles blijft nijs onder druk zetten. En geloof het of niet, maar als je slecht omhoog begint te rijden, als je iets te ver geweest bent, kun je ook niet meer naar bergaf, in de bergaf naar beneden geraken. Dus wordt moeilijk zoiets. Benieuwd voor deze ronde tijd. Ik heb de indruk dat er wat zal vanaf gaan. Welles doet dat beter bij het uitkomen van de bochten. Die is rapper weer in de cadans. Zet Nijs nu eventjes onder druk. Maar panikeren, niet doen, niet doen. Het is nog zo lang. Hij heeft een goede 4-5 seconden. Neemt meer risico's in die bochten. Een betere bochttechniek. Het is misschien moeilijker op het asfalt recht te blijven dan in het veld. Bij de jeugd zijn er heel veel gevallen op het asfalt. Welles nog altijd een seconde of drie. Hier is een strook waar je in geen tijd zo'n gat kunt dichtrijden. En ik denk dat Nijs dat hier even gaat demonstreren. We zullen zien. Zie je? Het zie is, je? Het is, het is. Voilà. Hij pitst er een stukje af nu. Materiaalpost binnen. Alle drie. En Christophe. Tussenstanden geven de wereldkampioen op 3/4 minuut, 45 seconden. Ben Berde, toch ook leuk om even te zeggen op 1. Boom van Tornhout. Meneer Groendaal. Meneer Groendaal. Klaas. Peters. Pauwels hier. Perfect. Boom in de achtergrond. Moeizamer. Allemaal veel moeizamer. Blijf recht, Stibar. Opletten ook voor die schouder. Hè. Schuiver, het is rap gebeurd. Ja. En dan een tik van een toeschouwer. Opletten, blijf ook van die crossers af. Ja, ze flirten dus echt zelf met de paaltjes tegen het publiek.
Erik Mengeer is nu al gedubbeld. Er heeft er eentje al zijn krachten gebundeld om toch nog eens een keer proberen iemand voorbij te rijden van de kopgroep. Ze waren wel gedubbeld, de jongens. Hier is Tibar. Dan Nijs. Dan Welles. Dan gedubbelde uit de race meteen. Passage hier straks aan de streep. Opstappen, jongens. Niet meer in de weg. Knap camerawerk ook. Jawel, jawel. Dat moet een vinnige zijn, verdaar omhoog met de lopen. Stibar is een modelatleet. Hè? Pas op, doe daar maar een jaar of twee, drie bij. En dan weet je wat ons te wachten staat, hè, Christophe? Bij de materiaalpost. Eén man die wisselt vooraan, dat is Sven Nys. De tweede ook, de Belgische kampioen Welles. En dan blijven ze bij het ingaan van de afdaling netjes met z'n drieën in elkaar. Wielt Stibar, die monsterde de twee concurrenten nog eens en duikt als eerste naar beneden. Jawel, hij heeft ergens een stuk afgesneden, want daar straks was hij ook omhoog mee aan het rijden met die jongens. Dat is de andere Mengeer, hè? Ja. De Erik. Ja. Ze lijken ook nog een beetje op elkaar. Ze lossen elkaar af. Ja. Denk jij dus dat die jongen de streken heeft van Rikske Meijverhoever in Overijssel? Daar is hij mee bezig. Maar ik denk een rondje wachten en dan plots een half rondje mee met de eerste? Daar is hij mee bezig, maar ik denk toch dat hem zobiet aan de zuurstof moet gaan hangen. Wel eens weer van achter naar voren. Heeft gemerkt dat Nijs wat begon te sukkelen in die technische fase en denkt, ik kan er misschien wel afrijden. Hier, Nijs kiest weer dat binnentraject. Ja, is er niet gerust in, hè, Sven Nee. Nijs. Welles gaat verdapperen. Welles gaat verdapperen. Nijs op en over de jonge Stibar. Ja, met die paar meters, daar heeft hem een klein beetje bang van. Dus maar op het gebied van trappen, dan is hij toch nog voorlopig een streepje voor. Welles voelt zich wel degelijk uitstekend. Zij blijven op een halve minuut hangen. En dat die rondetijden dat die zouden verslappen, dat hebben we voorspeld. Er zit, dat mag nu al gezegd worden, meer spanning in dan vorig jaar en de jaren daarvoor. Ja, het is ook die Stibar dat erbij zich tussen wringt. En maar goed ook. Die woning, daar moeten ze volgend jaar een nis in uitkappen. Om die bocht breed te kunnen pakken. Hij rijdt weg. Het zou eens goed zijn om de rondetijden van deze jongens te gaan vergelijken met die van Groenendaal. En dan zou je versteld staan, hè, in die tweede wedstrijdhelft. Christophe? Te jagen. Dat kan geen kwaad. Zolang je daar maar niet in overdrijft. Hoe lang is dit geleden? Twee fietswissels op één ronde. Ongelooflijk. Wel zo erg als in de Hammershocher bij het Belgisch kampioen. Libar, Neze, Meijerwallis. Ingelast zijn. Groenendaal. Dan nog... Groenendaal, kijk. Ja. Nu al naar plaats 4. Zie je? Ja. Hij is op komst. Der Alte. En als er dan nog twee koersen moesten georganiseerd worden, zowel zaterdag als zondag, ja, dan krijg je toch een gelijkaardig scenario. Oppassen met de toekenning van kampioenschappen dus. Nu, half koers, bijna vier ronden zitten erop. Van Ternoots, Groenendaal. Groenendaal, boom. En eerst is hier Roemte en eerst Albert. En wel eens bijna erachterop. Yes. Goede keuze gemaakt. Bij de vorige passages zat hij daar altijd aan het wiel en dat kwam hem slecht uit. Ja, kijk, Bart bijna helemaal achterop Stibar gereden. Krijgt nu toch wel redelijk wat meters aan de broek. Kijk ook naar het lef van die Tsjech. Hoe dicht hij op dat wiel van Nijs zit. Dat lijkt me zelfs iets te dicht. Tja, hij rijdt bekend in zijn koffer. En heeft het al eens gedaan, hè? Een ronde of twee geleden. Te dicht gezeten. Ja. Bart Welles moet kleine inhaaljacht doen. Dat is toch raar. Dat kleine incidentje wat nauwelijks te bespeuren met het oog eigenlijk leidt tot toch even kijken, hele grote gevolgen. Oeps, Stibar inderdaad voet aan de grond. Ja. Bart heeft daar eigenlijk weinig last van. Redelijk geluk dat hem op 10 meter zat of hij zou er helemaal opgereden geweest zijn. Maar op geen moment de voet los bij Welles. Nee, totaal niet. Kijk naar de gretigheid op zijn gezicht. Hier gaan we het
kunnen bewonderen. Grimmige, Vorselaarse blik. Hij voelt dat hij de Brabander kan oppeuzelen vandaag. Maar die is nu zijn forsing aan het voeren. Jawel. Die is nu de forsing aan het voeren. Is begonnen. En die pakt nu een lengte of 5-6. Hij pakt ze bij de keel, hè. Oei. Hij loopt stilletjes de pijp dicht nu. Even een klasseverschil demonstreren. Wat zijn de gevolgen? En toch nog altijd die hartslag onder controle houden op de zwaarste strook. Vandaar dus die verschuiving van posities op de Koppenberg. Ja, vandaar dat hij daar absoluut als eerste wilde opdraaien. Hij liet het niet toe. En toch is het nog niet gedaan. Nee. Het is niet gedaan. Maar hij heeft laten zien in Tabor dat hij ze progressief kan afmaken. Gaat het niet bij de eerste hindernis, bij de eerste keuze, dan maar bij de tweede of bij de derde. Maar eraan moeten ze, Christophe. Geen wissel van Sven Nys bovenop die Koppenberg. Wel luid aangemoedigd door de honderden toeschouwers nu. Terwijl Stibar zijn bril weggooit. Geen zonnebril, maar gewoon heldere glazen. En Bart Welles moet een gaatje laten op Stibar van een meter op. Wat zal het zijn? 5-6. Maar Stibar, zoals ik zei, 45 minuten, oké. Maar dan denk ik dat Welles toch wel het overwicht gaat demonstreren hier in de achtervolging. Hij weet het, hè, wat er gaande is. Heeft nog geen seconde achteruit gekeken, maar weet heel goed dat ze aan het breken zijn of gebroken zijn. En nu naar die bochtentechniek kijken. Hè. Hier dat overstapje maken. Pak zijn tijd. Alsof hij het kanaal oversteekt. En daar dan goed door die bocht. Nu wel alles vast. Ook geen foutjes meer. Ook niemand die nog in de weg rijdt. Moet ook met niemand geen controle of geen rekening meer houden. Dan weer vlak tegen dat publiek af. En eens even kijken of Wellesini nog zin van lef toont. Op 9 seconden. En een val. Ja. Slecht teken. Zo'n fiets alleen op pad. Kijk, dat is acrobatie. Jawel. Zo los je dat op ze. Ja. Je laat je fiets een tuimeling maken. Ja. Je roept, zet je recht en je bent weer weg. Dat was precies Zorro, hè. Riep over zijn paard en dat was er. Hier. De werken gaan Zorro. Ja, hij pakt hier de voorrem een klein tikje. Oh, nee. Snok. Hij schuift gewoon. Hij komt absoluut niet aan zijn voorrem. Hij schuift. Dan ineens is er een geweldige blokkage. Zijn wiel blokkeert en woeps, overkomt. Ja, maar er was er ook een klein beetje een hulp van de Spanjeur van Zorro. Ja. Stibar nu alleen in de achtervolging. En dat op dik 2 ronden van het einde. Het is nog meegevallen, de ravage. Hè? Die valpartij is spectaculair. Valt op gebied van seconden, valt het nog mee. Een Arendshoog daarnet. Hier Stibar, de man van de toekomst. Hier Bart Welles. Ook voor die gezet van Antwerpen toch weer blijven doorgaan. Hè? 8 matches in totaal. Bovengeschoten als het belangrijkste criterium dat er voor de cross is. Hier doet hem ook nog een tandje erbij, Sven Nys. Heel vlot door die bocht, die dat er heel slecht bij ligt. 5 overwinningen tot dusver. Vorig jaar zat hij. Klaar! Ja, Nys. Stibar. Hier, Wallis. Allee, Bartje, kom maar. Moeten ze een voorsprong genomen in die tijd geven? Nog 2 ronden voelen voor Boom. Ja.
8,5, maar heel precies is het niet, want het beeld wisselde. Dat was de passage van Bart. Hè. Daar is hem daarnet helemaal over van zijn fiets getameld. Ook het publiek leeft mee. En het is een kennispubliek. Het publiek voelt dat er nog wat in zit voor Bart Welles. En het Vlaamse publiek houdt van vechtjassen. Ook de man van deze streek, Berten van Damme, die nam het stevast op voor Welles. Omdat hij daar zo'n beetje zijn eigen karakter in terugvond. Kijk wat het publiek doet. Het duurt een tikkeltje te lang. Zal er maximum een halve seconde afgepitst hebben in deze passage. 8 in de downhill van de Koppenberg. Als je het heel precies wil, 7,80. Handgedrukt. Maar hij blijft lonken. Hij blijft loeren. Nijs nu op het groot verzet en Nijs ongerust. Jawel, kijkt voortdurend achteruit. Daar komt hij al. En hij moet zich meer reppen dan ooit, Nijs. Ja, Bart vliegt erdoor. Die komt nu op een seconde of 4-5. Ik denk dat we met twee man de laatste ronde ingaan. Sleurt zelfs zijn fiets nog over de beek. Die had hem ook kunnen laten waar het hij was voor die 2 meters. Hier is hem. Nijs met een opstapje dat weer moeizaam was. Dat gaat iets galanter bij Bart Welles. Het is nog een verschil van een seconde of 2,5. Sven trekt nu weer door. Lendrukken bij Welles anders ook nog imponerend hoor. Wat doet Nijs nu op die lange laatste rechte lijn? Hij gaat zijn benen stillen. Hij heeft gekeken just op het moment dat een Bart nog met een flits zag. En dat is eigenlijk al voldoende voor Sven te zeggen. Ik laat hem terugkomen en we zullen het dan maar op een andere manier gaan spelen. Dus is Welles nu in het voordeel. Jawel, degene die daar terugkomt, dat is in principe de man. Maar dat wil niet zeggen dat hij hem gaat winnen. Absoluut niet. Bart Welles kan hier winnen op de Koppenberg. Heeft het gat gedicht. Kan nu bij zichzelf denken. Rij me er maar af, man. Probeer maar. Ben toch rapper in de sprint. Ah ja. En hij zal nog zo vlug mogelijk op kop proberen te geraken. Om toch een klein beetje nog te ademen. 7,40. En tempo te laten stokken, eventueel. Psychologische steekspel. Pak over, vent. Stibar op 21 seconden. Het verschil is niet eens zo groot. Ook Stibar nog altijd gezwind. Knappe cross gereden. En absoluut. Dat op de Koppenberg. Bij de seizoenstart van de jongeren, van de mannen van 2,23, met voorsprong de betere. Jawel, enorm progressie nog gemaakt, kun je wel stellen. Hij voor een derde plaats zal die in principe niet meer moeten afgeven. En ik ga ervan uit dat Groenendaal nog altijd op 4 zit. Dat is nu het geval, die komt hier nu door. Dat is op een minuut. Lefgozers. De twee vechtjassen. Ja. Toch respect voor Welles, hè, wat hij daar doet. Een buiteling, een gat van 13 seconden en dan toch hardnekkig er weer naartoe, Christophe. Aan de voet van de Koppenberg voor de laatste keer met Nijs. 1 tandje kleiner. Verschil met Stibar tot nu 13 seconden. Ik kijk in de verte naar de Koppenberg en Nijs die kijkt. Thomas Stibar die gaat komen, voorlopig demareert. Geen van beide vooraan. Ja, het zal toch moeten komen, zeker, hè? Gaat daar inderdaad overnemen. En Welles met een blitzreactie. Ah, geef het niet af, Bart. Welles wil binnendoor. Ja, wel, Welles wil binnendoor. En dat is een manoeuvre zoals we dat in de Formule 1 wel eens een paar keer gezien hebben. Nijs vond dat een klein beetje ongeoorloofd. Dat is op de randje af. Ik vond het mooi. Je kunt er niet veel van zeggen. Dus ik vond het mooi. Dit is het antwoord. Ja. Hier is het antwoord. En nu? Toch opletten, jongens. Niet tegen elkaar knotsen, want dat zou een bittere pil zijn. Dit is wel heel lang geleden dat ze elkaar zo aan elkaar gewaagd zijn. We gaan het nog eens bekijken, hè. De versnelling van Nijs. Welles die pareerde en die weer voor de tweede keer in een halve ronde tijd de bovenhand haalt. Hè? Ja, maar de elleboog heeft zelfs niet moeten bougeren nog voor eigenlijk Sven aan de kant te zetten. Dus deed het nog vrij proper. Met andere woorden, heeft het gat dichtgereden. Wint daar zo'n beetje zoals vroeger op. Nu een gat is van 2 meter of dat er 2 centimeters aan te pas komen. Hard tegen onzacht. Spannend. Wat is het verschil? Is er een verschil? Nee. Nauwelijks. Niks. Nauwelijks.
knokken met de schouder tegen de kopjes. Nijs weer met een verschrikkelijke demarrage. Nijs kijkt en ziet dat hij weer een gat heeft van een lengte of 4-5. En nu de overschakeling. En toch gaat wel eens zeggen, vriend, je redt me er niet af. Bart, je wordt er kort bij, kerel, maar... Vijf seconden. Wat zijn 5 seconden? Want hier komt weer een loopstrook. En er komt straks nog een loopstrook. En dat moeizame opstappen weer. Hij kiest daar weer dat andere traject. Dat kwam hem de vorige ronde goed uit. Ja. Hij blijft naar boven lonken. En je ziet dat hij achter zijn voorpoort zegt, nee, ik geef het niet af. Ja, voorlopig is het voorbij, dus, maar het bewijs is er. De Welles kan het nog wel. Dus hetgeen dat hem vandaag laten zien heeft, geeft enorm veel vertrouwen voor die hele zware crossen dat er nu gaan komen. Rijdt nog eens binnen. Ja. En ik denk dat het nu een beetje gebroken is. Ja, het is gebroken. Van Berg. Dan moeten we zeker niet gaan discussiëren wie dat de man van de Koppenberg is. Laatste vettige strook. Daar kwam hij bij de vorige passages vrijwel altijd als de allerbeste doorheen. Blijft doen. Hè? Nooit dat lamentabel wieltje zuigen aan dat wiel blijven plakken. Nee. Dat kent erbij hij. Komen overpakken en gaan ervoor vechten. Jawel, dat kent hij niet. Van tactiek, dat is niet echt aan hem besteed. Als hij goed is, dan zal hem toch rijden. Nijs won dit seizoen in Neerpelt, in Harderwijk, in Tottenijs. Was dan de beste in Ruddervoorde in de eerste superprestigecross. Was de beste in Tabor, de tweede wereldbekercross. En wint nu de eerste gazet van Antwerpen trofee hier op de Koppenberg. Maar het heeft meer pijn gedaan dan hij dat vooraf hoopte. Maar de klasse droop er vanaf. De kracht ook. Nijs voor de 5e keer baas op de Koppenberg. Knap man. Na een adembenemende race, tweede. En ook tonnen respect voor deze Bart Welles. Daar mag je je hand voor opsteken. Man. Goed, Bartje. Op 13 seconden. Mag je de snelle recuperatie bij Welles? Jawel, maar is ook content, misschien wel een tikkeltje verbaasd dat hem er zo dichtbij was. Ja. En dan, ja, dan zijn ze alles vergeten, al die ellende dat je een heel uur lang moeten trotseren hebt. Stibar op 51 seconden derde. Heel veel ervaring op de Koppenberg. Als je een uur en een volle minuut moet crossen op de Koppenberg, dan heb je verschrikkelijk afgezien. Geloof me. Vierde op 1,27. En Vervecke in een van zijn betere Koppenbergbeurten ooit op een 5e plaats. Dan komt Albert als 6e. Vervecke op 1,39. Niels Albert, de 6e dus, op 1,47. Lask is 7e, op bijna 2 minuten. Ook beterschap bij het Lask, 1,55. En dan moet Van Tornhout eraan komen als 8e. Van Tornhout die de wedstrijd meekleurde in ronde 1 en 2. En even de indruk gaf, ik ga meedoen voor de vetste prijs. Dat was ook zo, dus maar... Dat was vandaag toch niet waar voor Klaas. En dan wordt het stil op de Koppenberg. Al zijn er nog altijd een stuk of 25 verschrikkelijk aan het afzien op de flanken van het beest in de ruige pels. Bart Arnouts, vorig jaar 4e, vandaag een klein beetje minder. Maar toch nog altijd goed.
een top 10 notering. Dat is de 9e op 2,5. Top 10. En daar doe je het natuurlijk voor. Het is Rob Peters. Ja. En dat is verdiend. Jawel, hij is ermee weg. Rob Peters voor Wieland van Gils. Die komt hier rechts in beeld als 11e over de streep. En dan moet Jan Soetens 12e worden. Dat is ook zo. Hier is Jan Soetens, ex-kampioen van België bij de belofte. Voor Niels Albert, 2 jaar geleden. En daar Lars Boom. Zie je, eerste confrontatie. Jawel. Met de bult van Melden. Het zal nog een tijdje duren, hè. Maar dat hij in een aantal crossen dichter gaat eindigen, geloof me. Puntjes op de i nog eens zetten en laten tonen en zien wie de beste en de sterkste is. Ik heb voorbijgaande weken wel gevoeld. Als het echt lastig was, dat het heel zwaar is voor de concurrentie en dat ik een beetje zat te wachten op zo'n parcours. Maar Bart is volgens mij vandaag echt heel sterk. Hij pakte heel veel risico's in de afdalingen en ik moest toch zorgen dat ik voor hem de afdaling inging, want om hem te volgen moest ik serieuze risico's ook pakken. En vandaar dat ik een keer gegaan ben, net voordat we de afdaling ingingen en toen merkte ik dat ik kon wegrijden, maar door zijn afdaling kon hij toch wel heel sterk terugkomen telkens. En hij heeft een heel sterke koers gereden. Maar ik had nog iets in huis en ik heb een beetje hersteld de laatste ronde. Om dan te proberen van nog één keer vol een bak naar boven te rennen. En dan merk ik gewoon dat ik net iets sterker ben bergop. Ja, dat is de ervaring, de klasse en ook de vorm. Maar hij is aan het komen, hè, wel eens? Ja, hij is zeker de laatste weken verbeterd. In Tabor was hij nog, denk ik, de mindere van ons groepje met 5. En vandaag was hij zeker bijna de even knie van mij. Dus het is, ik denk, voor de mensen een heel mooie cross. En zeker als je van Bart wel eens kunt winnen, dat is op zo'n parcours altijd heel plezant. En voor mij is het genieten geblazen. Ik is al een aantal keer hier gewonnen en hier moet je sterke benen hebben. Oké, okay, en vraag je, wat leert deze cross jou voor de komende weken? Je moet het gewoon van dag tot dag zien. We hebben maar één dag herstel. Degene die dit goed verteert, die is ook weer goed in het weekend. Dus het is een beetje afwachten, maar voor mij mogen de crossen komen. Ik ben optimaal in orde. Ik heb nooit getwijfeld aan mezelf en ik ga dat proberen de komende weken heel dikwijls te bewijzen. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd.